Beste generatie 2050. Niet enkel uit mijn persoonlijke ervaring, maar ook uit de enquête blijkt dat een grote meerderheid van de 50-plussers democratie, respect voor de mensenrechten, solidariteit en vrede als Europese waarden beschouwen. Dezelfde doelgroep vreest dat de toekomst van waarden als solidariteit, democratie en gelijkheid bedreigd is. Hoe zouden jullie deze waarden beschermen en uitdragen in de toekomst? Ik ben zeer benieuwd naar jullie ideeën. Solidariteit, het eenheidsgevoel en de Europese democratie te versterken, pleiten wij voor meer inspraak van de burgers. Concreet, het omvormen van de Europese Commissie tot een echte Europese regering, waarvan de voorzitter rechtstreeks door de burgers verkozen wordt, via een stemprocedure in twee rondes, die ervoor zorgt dat hij zeker een mandaat van een meerderheid van de Europese bevolking krijgt. Hij of zij moet dan een regering van Europese ministers zien te vormen die een meerderheid van het Europese parlement achter zich krijgt. Op die manier bepalen de Europese burgers het beleid. Ook de Europese Raad moet anders. Aan de ene kant draagt ze een deel van haar macht over aan de Europese regering en anderzijds wordt ze niet langer alleen vertegenwoordigd door de lidstaten, maar ook door de regio's. Het resultaat van deze hervormingen zorgt voor een grotere betrokkenheid van de Europese burgers. Wat op haar beurt de solidariteit en het eenheidsgevoel versterkt.